Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En het is weer tijd voor een favoriete video. Maart is weer voorbij en dat betekent dat ik in deze video mijn favoriete producten van maart ga laten zien. En ik moet zeggen dat maart echt een hele goede maand voor mij was qua producten. Ik test natuurlijk elke maand heel veel producten, maar deze editie van de favorieten gaat echt een hele volle editie zijn, omdat ik echt heel veel producten heb waar ik super tevreden over ben. Ik heb ze verzameld op de schaal. Ik hoop dat je het al een klein beetje kunt zien. Ik ga hem niet schuin kunnen houden, want dan valt alles eraf. En ik ga nu gewoon gauw beginnen met deze favoriete video van maart. Ik begin eigenlijk gewoon met even iets randoms wat ik jullie wilde laten zien. Ik heb hier ook een review over geschreven en dat is deze case voor de Instax 8-camera. Deze case komt van de HEMA en hier kun je dus gewoon je Polaroid camera in vervoeren. Het is heel erg handig, want er zit gewoon een drukknop op en hij past er precies in. En je kunt ook foto's maken door de camera in de case te laten, omdat je ook de achterkant eraf kunt halen. Dus dan hou je dit over, zeg maar, en dan kun je gewoon zo foto's nemen. Ook dit, de schouderband vind ik erg handig die eraan zit. Omdat je hem dan gewoon heel fijn kunt vervoeren. Misschien vind je het fijner om in je tas te steken. Maar ook in deze case is het dan gewoon een stuk veiliger om hem te vervoeren. En ik vind het heel erg handig dat je dit dus gewoon met drukknopen weer terug erop kunt bevestigen. Wat ik nu dus eventjes ga doen. En ik vind het echt super fijn dat HEMA deze cases nu verkoopt. Want ik was er zelf echt al heel erg lang naar op zoek. En ik had ze via internet wel eens gezien. En er waren ze echt best wel duur. Ja, ik geloof via buitenlandse sites dat je ze wel goedkoper kon kopen. Maar ik ben daar zelf niet zo in thuis. En ik koop hem dan toch liever bij een Nederlandse winkel. En ik kwam deze tegen bij de HEMA voor €12,50. En die wilde ik gewoon nog even met jullie delen in deze video. Misschien ben je zelf wel op zoek naar een hoes voor je Instax. En dan is dit echt een aanrader. Dan heb ik een handig toeltje. En dat is deze nail polish holder. Deze komt bij de Ethos vandaan. Die kun je als ring om je vinger doen. Nou lijkt het net alsof ik een hele grote diamant op mijn vinger heb. En dan steek je hier bovenin je potje nagellak. Ik heb hier ook een nagellak liggen die in de video voorkomt. Ik zal het even laten zien. Vrijwel alle potjes passen erin. En dan kun je eigenlijk zo heel gemakkelijk je nagels lakken. Zonder dat je potje omvalt. Ja, dat is toch vaak zo'n ding wat gewoon heel gemakkelijk kan gebeuren. En met deze tool gebeurt dat niet. En ik vind dit gewoon heel erg fijn. En ik ben hier heel erg blij mee met deze nagellakhouder van de Ethos. Dan heb ik twee producten van Max & More, oftewel van de Action. Deze komen uit een setje uit het Catwalk Look Classic Nude setje. Het setje is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ik ben voor de nude variant gegaan. In het setje zit een mascara, een lippenstift en een nagellak. Ik zal eventjes een foto van het setje hierbovenin plaatsen, zodat je weet wat ik bedoel. Dit is de nagellak. Ik vind de kleur echt super mooi. De dekking is ook heel erg goed. En ik hou zelf nog wel heel erg van nude kleuren. En ik vond dit gewoon echt wel een heel mooi nude kleurtje. En het lakken gaat ook heel erg fijn. En ik vond dit wel een hele goede nagellak. Op de achtergrond hoor je mijn kat. De bus die stopt hier nu voor mijn huis. En de kat die reageert er altijd op als er mensen uitstappen. Dus als je denkt, oké, wat voor rare geluiden zijn, dat is dus de kat. Dat terzijde. En de lippenstift, die vond ik super mooi. Ik vind de vormgeving al heel erg mooi. Want ik zou niet, als ik bijvoorbeeld dit merk niet zou kennen, zou ik ook niet direct de link leggen dat het bij Action vandaan komt. Want het is echt wel een heel andere verpakking als wat we normaal gewend zijn. En deze lippenstift heeft een hele mooie kleur. En hij is ook nog eens mat. Nou, dat vond ik echt helemaal super fijn, omdat ik heel erg van matte kleuren lippenstift hou. En ik vond dit echt een hele mooie combinatie. Vooral met een nagellak, want eigenlijk past dit gewoon precies bij elkaar. En dat vond ik heel erg
leuk en mooi. Van Essence heb ik het Touch Up To Go One For All paletten. En dit is een palette wat uit de Bloggers Beauty Secrets collectie komt. Die overigens nu gewoon te koop is. Gewoon het vaste assortiment. Ik moet even kijken hoor. Dit was een palette dat gemaakt is door Diana. Staat hier. Ik zal de volledige naam eventjes hieronder neerzetten. En dit is dus dit paletje. Ook weer met een hele leuke spiegel. Het ziet er heel vrolijk uit. Ja, je hebt blushes, oogschaduw en ook een lipcream. En met die lipcream kun je zelf ook weer een soort van lippenbalsem maken door wat blush toe te voegen. Ik heb dit zelf niet geprobeerd. Maar ja, dat zou heel leuk kunnen zijn. Ik vond het pigment van deze producten echt super mooi. Ja, de blushes hebben veel pigment, de oogschaduw ook. Je kunt er leuke looks mee creëren. Ook wel leuk dat er gekozen is voor twee kleuren blush. Zodat je echt ja, zelf een beetje kunt beslissen wat het beste bij je past. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. En ja, ik ben gewoon heel erg tevreden over het pigment wat deze paletten dan toch nog hebben. Dus dat vind ik ja, super leuk. Dus dit vond ik zeker een aanrader. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Kosh. En dit is het Nine Shades Shadow Collection 002 To Have Fun Within LA palette. En ja, dit is... Wacht even, hoe ga ik dit een beetje goed laten zien aan jullie? Een palette met best wel felle kleuren. Het pigment is echt super goed van deze oogschaduw. Heel dekkend, heel mooi. Ik moet toegeven, het zijn best wel gewaagde kleuren. Ook geen kleuren die je alledaags zult gebruiken. Maar bij bepaalde looks kan het echt heel erg mooi zijn. En omdat het pigment gewoon super goed is, vind ik het toch zeker een favoriet. Misschien niet vanwege de kleuren direct, omdat je hem niet elke dag kunt dragen. Tenminste, ik zou het persoonlijk niet doen. Maar misschien vind jij dat het wel zou kunnen. Maar ja, gewoon ook vanwege de vormgeving, het pigment, vind ik het zeker een favoriet. Dan heb ik van Catrice de Preta Volume Smoky Mascara in Velvet Black. Dit is een mascara die belooft om 18 uur te blijven zitten. Het is een diep zwarte mascara die heel veel volume geeft. Vaak is het bij low budget mascara's een beetje de vraag van oké, ga je die volume halen? Maar dat doet deze mascara zeker. Ik vind ook ja, deze verpakking best wel bijzonder. Want dit is al een beetje een verpakking die ook best wel lijkt op verpakkingen die bijvoorbeeld Maybelline hanteert. Dus ja, dat vond ik wel heel verrassend. Het borsteltje vind ik ook echt heel erg goed eruit zien. Oh. Ja. Door dit borsteltje krijg je ook zeker heel veel volume. Vind ik echt super fijn. Ik vind dit echt een hele goede low budget mascara die veel volume geeft. En die vind je niet zo heel erg snel. Maar ik vind het heel fijn dat ik die van Catrice nu heb ontdekt. Dan heb ik van Essence deze Strobing Highlighter in 10 Let It Glow. Dit is een highlighter met een heel mooi patroon erin, zoals je kunt zien. Deze highlighter moet je wel opbouwen, moet ik zeggen. Maar als je hem opbouwt, geeft hij echt heel erg mooi resultaat. Je moet echt meerdere laagjes aanbrengen om het resultaat te krijgen. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, dan ja, ziet het er heel erg mooi uit. Ik moet zeggen, als je het met je vinger aanbrengt, is het resultaat al wat sneller zichtbaar. Maar ik hou toch altijd meer ervan persoonlijk om het met een kwast te doen. En dan moet je hem wel echt met meerdere lagen opbouwen. Maar het is echt een hele mooie highlighter. En ja, hij heeft een beetje een warme gloed. Dus niet zo cool vind ik zelf. Ik ben hier heel erg tevreden over. Dan heb ik van Max & More een Mineral Powder Foundation. Zo noemen ze dat altijd bij de Action. Maar eigenlijk is het gewoon een losse poeder. Ik heb de kleur 02 Medium Far. Ik ga het dekseltje er even afhalen. Er zit ook een klein kwastje bij. Ik gebruik die zelf nooit, maar dat is wat je zelf wil. Ik heb er trouwens eventjes een papiertje onder gedaan, omdat die anders heel erg
veel poeder achterlaat in mijn stashbakje. Maar ik vind het echt een hele fijne poeder. Hij voelt ook niet heel dik op de huid aan. Ik vind het ook zeker een poeder die heel erg fijn is bij bijvoorbeeld een BB cream. Om daar dus zo'n losse poeder overheen aan te brengen. En ik had dit bij de Action ook nog nooit gezien. Maar ik moet zeggen dat hij me zeker niet tegenvalt. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dus ik denk dat er voor de meeste huidskleuren toch wel een poeder tussen zit. Die bij je huid past. Dus ja, ik ben er wel heel erg blij mee. Want dit is natuurlijk ook weer gewoon een hele low budget poeder. En ja, in kleur zie je ze eigenlijk vaak niet zo heel veel. Volgens mij heeft Hema ze bijvoorbeeld wel een kleur. Maar als je bij Catrice en Essence kijkt, dan zijn ze al transparant. Wat ook prima is. Maar ik vond dit ook wel leuk dat het kleur heeft. Want hier zou je bijvoorbeeld ook een beetje poeder door je dagcreme kunnen doen, zodat je een licht getinte dagcreme krijgt. Bijvoorbeeld wat heel fijn kan zijn bij warm weer. Dus ja, vele mogelijkheden met zo'n poeder. Dus ja, ik ben hier wel heel tevreden over. Dan heb ik een lip butter van Labello. En dit is de Vanille en Macadamia. Dit is echt een hele fijne lip butter. Lip butter is altijd ietsjes vetter dan een lippenbalsem. Dan moet ik alleen even kijken dat ik het dekseltje eraf krijg. Oh, ik kan hier echt aan blijven ruiken. Dit is gewoon zo lekker. Het is gewoon een lichte lip butter. Ja, hij ruikt gewoon super lekker. Verzorgt de lippen heel erg goed. Labello staat daar natuurlijk ook best wel onbekend. Het grappige vond ik dat ik zelf ook al een andere variant had. Maar deze was van Nivea. Dus ik weet niet of Labello dit heeft overgenomen of dat hij is samengegaan met Nivea. Maar ja, het maakt niet uit. Ik vind het echt een heel fijn product. Lekker verzorgend. Ik denk dat we het echte koude weer nu wel gehad gaan hebben. Maar ja, ook richting de zomer is het fijn om toch een goede lipverzorging te gebruiken. Dat het niet droog wordt of zo. Maar dit is zeker een aanrader. Dan heb ik van Catrice het Deluxe Glow Highlighter Kit. En dit is een palette met 3 kleuren highlighter. Heeft de naam 010, The Glorious Tree. Op de achterkant staat ook een afbeelding met een korte tutorial waar je highlighter kunt aanbrengen. Ik moet zeggen, niet alle 3 de kleuren zijn even geschikt voor mijn huidskleur. Want ik moet het zelf toch wel van de lichtere variant hebben. Maar ik denk doordat er 3 kleuren in zijn gevoegd. Ja, dat hij toch ook wel weer afgestemd wordt op meerdere kleuren van de huid. Dus dat is wel heel erg fijn. Het pigment is eigenlijk best wel goed. Ja, ik moet ze wel zeggen, meerdere laagjes geeft wel het mooiste effect. Ik werk sowieso met meerdere lagen van dit soort producten, zoals een highlighter en bronzer en zo. Maar dat is ja, zeker aan te raden. Maar toch, al met al vind ik het wel heel mooi. Ik had er een beetje een dubbel gevoel bij, omdat eigenlijk maar 1 highlighter echt heel goed bij mijn huidskleur past. Maar ja, ik weet niet. Ik wil hem toch bij de favorieten doen, omdat ik het wel echt een heel leuk idee vind. En omdat ik toch de highlighter die dus bij mijn huid past echt heel erg mooi vind. Dan heb ik van Essence het Get Picture Ready Contouring Palette in 10 Get in Shape. Ook hier zien we een kleine afbeelding met een tutorial waar je producten kunt aanbrengen. Even kijken. Ja, ze zijn wel heel poederig, moet ik zeggen. Ik was wel heel blij dat het ook een poeder was. Want ik had een eerste idee, misschien is het een cream product. En daar moet ik heel erg aan wennen om daarmee te werken. Maar dat is het gelukkig niet. Zoals je kunt zien heb je 2 kleuren bruin en 1 lichtere kleur. Dus ja, met deze kleuren kun je prima shapen. Wel fijn misschien ook dat je 2 kleurenkeuzes hebt, zodat je kunt zeggen van oké, de ene kleur past beter bij mijn huid dan de andere.
Dus ik vind dat op zich wel heel erg goed. Dan heb je de lichtere kleur. Nou, die dient dan toch wel weer als highlighter. Het pigment is super goed van dit paletten. Blendt ook heel erg fijn uit. Dus ja, ik vind dit ook zeker een heel mooi product. Ja, contouren is gewoon eenmaal een ding. Tenminste, het was heel erg een hype in 2016. Ik weet niet of 2017 ermee doorgaat. Maar ik hoop het echt, want ik ben echt dol op dit soort producten. Dan heb ik een aantal producten uit de limited editie van Catrice. En dit gaat om de Pulse of Prism collectie. Ik heb een nagellak en dit is in de kleur 03 Pure Hibiscus. En dit vond ik echt een heel erg mooi kleurtje. Het zit een beetje tussen koraal en roze in. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet omschrijven, maar het is echt een hele erg mooie kleur. Na twee keer lakken dekte die perfect. Oké, het chipt ook snel, maar goed. Dat weet je nou eenmaal bij nagellakjes van Essence en Catrice, dat wat sneller gebeurt. Maar ik vond deze kleur echt prachtig. Ook de blush vond ik zeker heel erg mooi. Ook deze heeft de naam Pure Hibiscus. Was ook maar in één kleur verkrijgbaar, moet ik zeggen. En dit is echt ja, een soort peachy kleur ook wel. Eigenlijk hetzelfde, ja, het lijkt eigenlijk wel gewoon heel erg op de nagellak. Dus ja, misschien neig ik toch meer peachy, roze, koraal. Maar het is echt een hele mooie kleur. Dat was ook wel echt iets heel anders wat ik in mijn stash had. Want het meeste is toch wel roze. Maar dit vond ik ook echt een hele mooie kleur. Uitblenden is zeker echt een aanrader. Want hij is echt super fel. Maar na het uitblenden is het echt een prachtig geheel. Dus dit vond ik ook een hele mooie. Ook uit de collectie heb ik een oogschaduwpaletje. En dit is het By All Means paletten. Het is een Metal Eyes paletten. Ja, we kennen deze paletjes natuurlijk al van het vaste assortiment. En in keer in de zoveel tijd zit er ook zo'n paletje dus voor een limited editie. Dat is deze. De oogschaduw is... Wow. Oké. Echt wel heel erg poederig, moet ik zeggen. Echt op de randjes zit al heel veel poeder, maar het pigment is echt heel erg mooi. Op de ogen moet het wel echt opgebouwd worden. Met zwartje was het pigment super goed, maar bij het aanbrengen op de ogen heeft hij echt wel wat opbouw nodig. Misschien is het gebruik van alle drie de kleuren ook niet zo heel erg handig, maar ik vind het altijd leuk om dat te combineren. Maar als je hem goed opbouwt, komt er op zich wel een prima ooglook uit. Dan uit die collectie een primer. En dit is een primer met pareltjes erin. Heel fijn pompflaconnetje. Hij ruikt echt heerlijk. Ja. De geur is gewoon echt super lekker. Ik ga even kijken of deze ook nog een naam heeft. Natural Glow. Het is echt heel erg grappig, want het is echt... Ja, die pareltjes zitten in het product. Hoe, ja, verwerkt. Ik vind het echt heel erg leuk gedaan. Hij geeft niet een heel apart gezicht. Je ziet niet het verschil als ik wel of geen primer draag. Maar omdat hij de make-up gewoon wel heel goed op zijn plek houdt, vind ik het wel een hele fijne primer. Want ja, dat is toch het belangrijkste van primer, vind ik zelf altijd. En het laatste product uit de collectie, dat is deze lippenstift. En deze heeft ook de naam Pure Hibiscus. En ik vond deze lippenstift er echt prachtig uitzien. Kijk. Hij heeft een goud detail in het midden. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. Helaas zie je van het gouden detail bij het opbrengen van de lippenstift niks meer terug op je lippen. Maar ik vind de kleur wel super mooi. Ja, toch weer dat koraalroze. Meer misschien neigt deze ook wel een beetje naar oranje. Maar ik vond het echt een hele mooie kleur. Ja, dat gouden detail is heel erg leuk. Dat het erin verwerkt is, maar heeft dus verder geen functie. Maar de kleur vond ik evengoed heel erg mooi. Dus vandaar dat ik hem toch wel tot de favorieten wil benoemen. Dan heb ik een blush van DB Blush Blushed Cheeks. Dit is een nieuw product... Wat ik bij de Action tegenkwam.
Dit merk had ik nog niet eerder gezien. Volgens mij krijgen ze wel steeds meer producten van. Ik ben voor de 030 Pink gegaan. Het is echt een hele mooie felroze. Als ik hem open krijg tenminste. Ja. Felroze blush. Super mooi. Heeft ook wel echt een beetje inblenden nodig. Want hij is echt super fel. Maar ja, hij is wel lekker fris. Ik vind de verpakking ook heel erg mooi. Zo, even een beetje poeder wegblazen. De verpakking is ook heel erg mooi. Het is een wat dikkere verpakking. Ook bij dit product zou ik totaal niet gelijk de link leggen met de Action. Want ook doet dit doosje me een beetje denken aan blushes die eerder in het assortiment zaten bij Essence. En volgens mij waren dat de Wave blushes. Ik weet het niet zeker meer. Ik zal het eventjes hieronder neerschrijven als ik de juiste naam weet. Maar daar deed hij me dus heel erg aan denken. En ja, de kleur is gewoon prima. Pigment is helemaal goed. Dus zeker een nieuwe favoriet. En hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dus ik denk dat er voor ieder wel een kleur bij zit die hij mooi vindt. Dan heb ik een palet van Essence. En dit is het All About Toffee eyeshadow paletten. Volgens mij stond deze ook bij de nieuwe producten van het afgelopen jaar. Van afgelopen februari bedoel ik dan. Alleen volgens mij lag deze in augustus 2016 al in het assortiment. Maar oké, maakt niet uit. Het gaat om het product. Kleine tutorial achterop wat altijd handig is als je er nog niet zo thuis in bent. En dan het palet zelf. Hele mooie kleurtjes. Veel pigment. Je hebt een combinatie van matte tinten en shimmer tinten. Echt heel mooi. Hele mooie ooglooks mee te creëren. Het pigment is gewoon super goed. Dus ja, verder kan ik er niet heel veel meer van maken. Ik vond het gewoon een heel erg mooi palette. Met ja, ook weer een tal aan mogelijkheden voor een oogschaduwlook. Dus heel erg leuk. Dan heb ik dit oogschaduwpalette van Catrice. En dit is de Modern Matte Collection Eyeshadow Palette. Dit is een nieuw palette in de collectie. Hij heeft officieel de naam de Must Have Matte. En dit palette heeft voor het eerst ook light en een sculpt kleur. Dus echt light voor bijvoorbeeld in de binnenste ooghoeken. En op het wenkbrauwbot. De sculptkleur is heel erg fijn in de arcadeboog. En de kleuren zijn heel erg mooi. Heel mooi mat zoals je natuurlijk al had verwacht. Ja, super mooi. Ja, veel pigment ook. Dus ja, ik vond het echt ook weer een heel erg mooie palette. Ja, ik blijf er wel een beetje bij. Bouw de kleuren een beetje op. Want het is best wel een klein beetje poederig. Dus het aftikken van je kwast is wel echt een dingetje wat heel belangrijk is om te doen, zodat je geen fallouts krijgt. Maar al met al vond ik dit ook weer zeker een heel erg mooi palette. Dan ben ik bij het laatste product aangekomen. En dit is van iHeart Makeup. En dit is het Bronze and Glow palette. Misschien herken je hem wel een beette van het grote palette. En dit is dan een kleine variant. Echt super schattig hebben ze dit gemaakt. De kat speelt met een speelmuisje, dat hoorde je. Spiegeltje zoals ze lekker vies zit, een spiegeltje in. Die ik eventjes ga proberen af te dekken. En dan zijn dit de producten. Nou, mijn hand zit ervoor. Ik ga het even zo doen. Heel erg mooi dat patroontje ook erin. Net of dat je gewoon echt inderdaad een smeltend product hebt. Veel pigment, echt heel erg mooi. Wel poederig zoals je kunt zien, want je ziet wel precies waar ik met mijn kwast in ben geweest. Maar al met al vind ik het ook weer echt een super mooi product. Ik vind het ook zo leuk bedacht gewoon, want ik ben ook echt super dol op die chocolade oogschaduwpalettes. En nu heb je gewoon ook een chocolade bronze en highlight paletten. Ik vind het echt zo schattig dat die ook past bij de grote paletten. En ja, ik ben hier heel erg blij mee. Dan waren dit mijn favoriete producten van maart. Zoals ik al zei, het was echt een volle editie met veel Catrice Essence. Ik heb volgens mij ook gewoon echt van deze maand
één product die ik dus niet fijn vind. Dus ja, dan is het echt een hele geslaagde maand geweest. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. Vond je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ik wil je bedanken voor het kijken en dan zie ik je heel snel weer. Doeg!